Voor de eerste keer zijn historische foto's en films van Okaners te zien op een rondreizende tentoonstelling. Verborgen koloniaal erfgoed, terug naar het volk, is de veelzeggende titel van de expo die een initiatief is van de Maron-organisatie Woke Makandi in Nederland. Sam Jones doet in een RTV special verslag van de informele opening onlangs in het Utrechts archief en kwam daar onder andere een trotse Maron tegen. Kenneth Bron, beter bekend als Kenny B. Dit zijn mijn voorouders. Ik herken mijzelf in alles wat ik hier zie. Heel belangrijk. Ja, je vader bent dit ook. Ja. Ik moet aan mijn oudste zus vragen of het inderdaad mijn oma is, maar ik denk het wel. De mooiste wat ik vind is dit. Iedereen gezicht komt zo duidelijk op. Je moet echt fotograaf zijn. Veel bewondering en herkenning is er op de zwart-wit foto's op de expositie Verborgen koloniaal erfgoed, terug naar het volk. Jobong Polime van de organiserende stichting Woke Makandi, Okaans voor samenwerken. Het is een tentoonstelling waarbij we een gedeelte van de Nederlandse en Surinaamse koloniale geschiedenis toegankelijk maken voor het open publiek. En dat doen wij door middel van het openstellen van cultureel erfgoed van een specifieke bevolkingsgroep. Dat zijn de Okaanse Marons. Okaners zijn afstammelingen van tot slaafgemaakten die zich vrijvochten van het koloniale juk. Ze gingen met name in het oostelijk deel van de Surinaamse binnenlanden wonen. Polime zelf, die voorzitter is van Woke Makandi, heeft een Okaanse vader en een witte Nederlandse moeder. Het is een stukje van mijn identiteit, dus het roept heel veel bij mij op. Verschillende soorten emoties. Ja, hoe mensen in die periode neer werden gezet. Wat het vooral bij mij oproept is trots, herkenning. En het geeft me een stukje van mijn identiteit ook weer terug. Op de expositie is beeldmateriaal te zien van het Utrechts archief, die foto's in huis hebben van de Evangelische Broedergemeente Zeist. De EBG is de grootste protestantse zendingskerk in Suriname. George Pellings van het Utrechts archief over de EBG-zending. Dat was een club mensen die vanaf de 18e eeuw al naar Suriname zijn gegaan om daar wat ze noemen de zending te bedrijven. Dat deden ze ook in de binnenlanden van Suriname. En op het moment dat ze kunnen fotograferen, vanaf eind 19e, begin 20e eeuw, ook een heleboel foto's. Ook het Nationaal Archief stelde beeldmateriaal ter beschikking van bioloog Con Bruining. Hij maakte foto's van Okaners tijdens een expeditie in 1952 naar het Tappanahoni-gebied. Litwin Jansen van het Nationaal Archief over deze beelden. Vaak ook tradities van de bevolkingsgroepen die zie je op die foto's. Het is bijzonder dat die collectie nu ook weer zijn weg terugvindt naar die gemeenschappen. Voor Megaidi Pinas, zelf uit de Okaanse gemeenschap, zeer belangrijk. Ik heb heel veel Nederlandse vrienden, kennissen die niet eens weten dat er überhaupt Okaanse mensen zijn, terwijl ik zelf Okaans ben. Dus dat verhaal vertellen, dat verteld wordt, dat vind ik prachtig. Ja. Daar gaat het de stichting om, de verhalen achter de foto's. Thomas Polime, sinds jaar en dag de motor achter Woke Makandi. Nu zie je dan mensen daar die dan naar de foto kijken. Oh, dit is een oom van mij geweest. Oh, die is die. Nou, zo kun je dat ook beschrijven, zo kun je dat vastleggen. Deze tentoonstelling gaat ook rondreizen in Nederland en Suriname en komt ook online.